is zo dat de wereld continu verandert rondom ons en wij willen niet enkel onze business doen groeien, maar onze mensen mee laten groeien en evolueren met die business. We hebben niet gekozen voor een standaard off-the-shelf academisch programma. We hebben een eigen programma ontwikkeld. Het programma wordt uitgerold op een vergelijkbare manier in België, Nederland, Frankrijk, Polen en Tsjechië. We hebben binnen Dijka Groep ook een aantal people principles gedefinieerd. En een van die belangrijke people principles is exceed customer experience. Dus wat wij willen doen is eigenlijk de verwachtingen van onze klanten overtreffen door permanent toegevoegde waarde te bieden. En Dijka Groep is vandaag zoveel meer dan een producent van kunststofleidingssystemen. Wij bieden niet enkel producten aan, wij bieden diensten aan, wij bieden totaaloplossingen aan. En die totaaloplossingen die helpen onze klanten dan weer om succesvol te zijn in het uitvoeren van hun job. Dus het succes van onze klanten vertaalt zich in ons succes en onze salesmensen die worden hier op de Sales Academy gewapend om eigenlijk onze klanten daarin permanent bij te staan. Wat ik heel erg leuk vond, interessant, dat er heel veel tijd was om samen met een acteur verschillende rollenspellen te doen. En dan echt ook in te zoomen op de situatie, een stukje terug te spoelen en op een andere manier dat te proberen. Dat is natuurlijk iets wat je in de praktijk niet kan als je met een klant zit. Ik heb de opleiding ervaren als iets dat zeer zwaar bijdraagt in mijn functie. Vanuit mijn positie dacht ik steeds dat ik goed bezig was. Ik heb ondertussen nieuwe zaken geleerd die dat bijstaan in het verder evolueren van mijn business. Daarbij klanten op een correcte manier verder kunnen helpen en meehelpen denken aan solutions. Ik denk alle middelen die door de organisatie worden aangegeven om te kunnen ontwikkelen en te kunnen leren, die moet je met beide handen aangrijpen. Dus ik vond de Sales Academy heel leerzaam. Voornamelijk het DISC-profiel, dus het karakteriseren en het kunnen herkennen van persoonskenmerken, vond ik zeer uitdagend. Yeah!